Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Sportdag. Vandaag, zoals u dat elke week gewend bent, aardig wat sportnieuws in Sport 8. We kijken namelijk naar de voorbereidingen van de nationale selectie. Ze gaan richting Nigeria om een trainingsschema af te werken. En in dat kader hebben we gesproken met de bondscoach Dien Goré, assistent trainer Verwij en ook nog keeperstrainer Burke. Ze vertellen ons over de voorbereidingen en wat er allemaal op schema staat voor onze nationale selectie. We hebben ook nog twee vechtpartijtjes gehad. Donaghy Abena is in actie gekomen tijdens Glory 64, ook Donovan Wisse. We kijken daarnaar. En de Champions League wedstrijden hebben we gehad afgelopen dinsdag en woensdag. We kijken ook wat er gebeurd is. Ranieri die is aan de slag bij Roma, zo ook Zidane. Real heeft ook een nieuw talent binnengehaald. En we kijken naar de paarden die doodgaan op de baan van Santa Anita in de Verenigde Staten. Wat gaat er daar mis? Want er zijn een aantal paarden doodgegaan sinds eind december. En het is toch wel zeer zorgwekkend wat er allemaal gebeurt daar. Dus we kijken daarnaar en ook nog Jack Grealish. Bijzonder wat er gebeurd is tijdens de wedstrijd. Of niet, ik zeg bijzonder, bizar. En bijzonder wat er gebeurd is tijdens de wedstrijd Birmingham tegen Aston Villa in Engeland. Blijft u kijken, want u zult toch wel wat actie zien op een voetbalveld. Dit is Sport 8. Onze nationale selectie die gaat richting Nigeria en daar zal er een oefenpartij afgewerkt worden tegen Guyana. Nou, deze Guyanezen zullen dus afreizen richting Nigeria en we zullen dan tegen Guyana een oefenpartij afwerken. Guyana die doet het ook redelijk goed, ze hebben vooruitgangen geboekt. En we kunnen nu we kunnen ook zien waar we staan tegenover de Guyanese. Zaterdag zal de wedstrijd gespeeld worden in Nigeria. En natuurlijk is de gemeenschap van Nigeria welkom om onze nationale selectie aan te vuren. We spraken met Dien Goré, onze bondscoach. Alle wedstrijden zijn natuurlijk belangrijk dat we die winnen. Maar het allerbelangrijkste voor zaterdag vind ik, natuurlijk dat je wint ook, maar is dat we een team kunnen zien spelen die goed genoeg is om tegen St. Kitts te spelen. En dat we kunnen een paar dingen uitproberen. We kunnen kijken welke balans we kunnen hebben op het middenveld. Kijken welke aanvallers uiteindelijk degene zijn die ook tegen St. Kitts gaan spelen. Dus zijn er een aantal plaatsen zijn er nog posities te veroveren voor spelers die natuurlijk in de selectie zitten. Kijk, als je nagaat dat Apai een hele goede comeback heeft gemaakt na zijn operatie. Op de training, ziet er heel scherp uit. Dorson, die fantastisch bij Transvaal laat zien wat voor geweldige speler hij is met veel voor kracht. En dan heb je onze topscorer van Suriname, niet achterblijven. Akrosi, die doet het fantastisch. Die is die staat geweldig op de topscorerslijst van Suriname. Dus die kan je zeker niet achterhouden. Ja, die heeft nu 21 doelpunten gescoord. En we hebben nog een hele competitiehelft te gaan. Ga je in dienst van Akrosi laten spelen? Nee. We hebben niet de spelers waar we in dienst van moeten spelen. We hebben geen Messi. We hebben geen Ronaldo. Maar we moeten het hebben van ons team. Het team effort die we gaan doen. Het team die uiteindelijk centraal staat. En iedereen moet zich zodanig in het team kunnen vinden, zodat de balans goed is en uiteindelijk tot de overwinning kunnen komen samen als team. Alleen als team kunnen we eindelijk op ons best zijn. Oké, okay. U heeft St. Kitts en Nevis bepaalde partijen gezien, of de laatste partij heeft u gezien. Hoe gaat onze kans zijn? Ik denk dat we een goede kans hebben. St. Kitts is ongeveer, ik zou zeggen, dezelfde. Op hetzelfde niveau als ons. Ze hebben wel wat meer spelers in het buitenland spelen. Ze hebben wat meer profs in hun selectie. Ze hebben jongens toevallig in de championship. Ze hebben een paar jongens in Engeland die ik natuurlijk toevallig ook ken. Maar daarentegen hebben wij ook hele goede spelers die capabel genoeg zijn om daar tegenstand tegen te geven. Dus ik ben daar niet echt bang voor. Nog wat. Hoeveel training hebben we nog richting 23 maart? Ik zal snel het programmaatje voor je schetsen.
We trainen dus vandaag. We trainen morgen. Woensdag vertrekken we naar Nikeri. Dus trainen we donderdag, vrijdag, zaterdag wedstrijd tegen Guyana. Zondag gaan we uitlopen. Maandag trainen we weer. Dinsdag trainen we. Woensdag rustig. Donderdag trainen, vrijdag trainen. Zaterdag Guyana. Zaterdag Sint Kitts. Dus we hebben fulltime training elke dag. Maar we gaan natuurlijk wel gericht trainen. Dus als na een wedstrijd is het rustig uitlopen. En ons weer opbouwen voor de volgende wedstrijd. Hebben sommige jongens individuele trainer nodig? Hebben we nou niet echt tijd voor, jammer genoeg. Ik heb het met Apai heb ik individueel heel veel getraind. Heel veel uren gemaakt, afgelopen weken. Maar hij had het ook echt nodig. Hij is er ook helemaal ready voor, Dien Goree. En assistent trainer Etienne Verweij, die is ook bezig geweest met de jongens. Heel kort geeft hij nog zijn reactie en ook nog keeperstrainer Burke. We hebben een normale voorbereiding gedaan, gehad. Natuurlijk hebben we, neem je die laatste wedstrijd mee die we op Jamaica gespeeld hebben. En waar we minpunten geconstateerd hebben tijdens die wedstrijd, hebben we eraan gewerkt. En ik denk dat, dat we zover zijn dat we die wedstrijd die aanstaande is met een positief gevoel tegemoet kunnen gaan. De wedstrijd tegen Guyana, is het een voorloper? Dat bedoel ik qua spelwijze. Gaan wij dus zo spelen, de wedstrijd tegemoet, de 23e tegen Sint Kitts en Nevis? We hebben samen met de coach, hebben we gekeken naar de wijze waarop Sint Kitts en Nevis hebben wat beeldmateriaal gehad. We hebben die wedstrijden waarnaar wij gekeken hebben, we hebben goed geanalyseerd. En op grond daarvan zullen we een aantal scenario's hebben een aantal scenario's neergezet. En dat zullen we proberen toe te passen in die oefenwedstrijd tegen Guyana zaterdag aanstaande. Maar de strategie, zal het dezelfde strategie zijn wat we de Sint Kitts en Nevis zullen bestrijden? Nogmaals, er zijn een aantal scenario's uitgewerkt en we zullen kijken welke beter van toepassing zal zijn tegen Sint Kitts. En dat zullen we hanteren tegen Guyana. Hoe gemotiveerd zijn onze jongens? Ik moet zeggen dat die jongens gebrand zijn op die wedstrijd tegen Sint Kitts en Nevis. En ook voor die oefeninterland. Ze kunnen niet langer wachten. De groep is goed gemotiveerd en ik denk dat we positief ingesteld zijn, de hele technische staf, op de manier waarop die jongens zich inzetten op de training. Dus we verwachten niet anders dat we voor een positief resultaat gaan. Nou, ik heb eerder gewerkt met een dien, maar helaas kon ik niet bij het begin. Wij zijn vanwege een contractverplichting bij Transvaal, heb ik me dan, nadat hij weer met mij gesproken had, de leden van Transvaal heeft me dan goedkeuring gegeven en heb ik dan maar aan aangesloten om mijn krachten hier voor de selectie weer onder de weer mijn handen en mijn werk voor te zetten bij de SVB. Wat vindt u het niveau van onze keepers? Nou, ja, het gaat wel de goede kant op. Je ziet duidelijk dat ze nog steeds onderwezen moeten worden. Maar gaandeweg komen ze wel aan. En wat zijn de verbeterpunten? Ik zie dat hun voetwerken veel beter is dan voorheen. En een reactievermogen gaat veel beter. En qua een wedstrijd lezen zie ik dat het best wel goed gaat. Ik zie vele wedstrijden dat ze op de nul hebben gekiept. Nou, over de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Wie gaat er het doel? Nou, Kleider is aanvoerder. Hij is keeper op dit moment nummer 1. Ongetwijfeld. Dus we gaan geen wiel proberen uit te vinden. We gaan gewoon met Kleider beginnen. Naar mijn mening, bescheiden mening dus. Donovan Wissel, die heeft het heel goed gedaan. Hij heeft gewonnen tijdens zijn Glory-gevecht. Glory 64 heeft hij tegen de Tsjech opgenomen. Matej Peñas, tegen hem heeft hij gevochten. En kijkt u maar naar het spektakel en ook kort na de wedstrijd een interviewtje van Donovan Wissel. It's round one. It comes down to damage. So a lot of those Wissel shots, you know, snap Pena's head back, which score well. Whoa, that straight right hand, I believe, and that is a knockdown for Donovan Wissel.
4, 5, 6, 7, 8. Gloves up. Well, so much for the thought that Bisa will fade in round two. He starts the round with a knockdown. Yeah, good power. And lost in that was the judges' scores. Four of the five judges gave round one to Bisa. And he just opened up with some big looping punches. Big wind-up uppercut. Pena seems to have found his wits about him now, and he needs to. The hands are down for Pena's, and that's what the corner Bisa's screaming about. Go after him. Yeah, it looks like he's hurt. Covering up, backpedaling is Pena's now. What a moment this would be for Donovan Bisa. Good ring control from Bisa too. He's not chasing, slowly stalking. Gets inside. High kick. And he gets inside and works. Pena's deep breath, trying to bounce on his toes, find some energy back in those legs. Oh, oh, and a body shot sends Pena's down for the second time. Three, I don't four, know if he's getting up from this five, one. Five, six, seven, eight, nine. He will not get up, and Donovan Bisa, Suriname's finest, with his 12th win, his 8th knockout, and he bounces back from the first loss of his career. Yep, and obviously that question you asked, how does he go from that? He looked great, especially against a tricky, tall fighter like Pena's. Showed good composure, good ring control, and got himself a finish. Let's take a look at these two knockdowns. We start with the first, Joe. Yeah, you can see, very patient, walked in, landed a nice right hand. Ladies and gentlemen, you watched it as it happened. This bout ends with an official time of 2 minutes 49 seconds of the second round by technical knockout. For your winner, Donovan Bisa. All right, we're here with your winner, Donovan Bisa. Coming off your first professional loss, you've got to be happy with your finish. Okay, on ici, c'est la première victoire. Tu dois être très content. Comment tu te sens? Yes, how do I say it? It was a great victory. He's a strong opponent. He was very tall. So to come out on the inside is a little bit difficult, but it worked. I had with a body punch, and he lay down. You had to deal with his southpaw in his reach. Was hitting the body one of your strategies? Est-ce que donner des coups au corps, c'était une partie de stratégie? Yes, it was, of course, it was one of the strategies. He's very tall, so the head is way up there, and the body is on my length. So, yeah, the body was a good opportunity. Bien sûr, c'était une partie du stratégie. Il est très grand, donc pour moi, aller au corps, c'était évident que je devrais le faire, et c'est ce que je fais. Let's take a look at your finish here on the big screen. Let's take a look at your work. Regardons sur l'écran ce que tu as fait. Yeah, so the first one was a straight punch. He got me with a leg kick, so I went over the top. And the second one was a body punch, so we're waiting for that. Donc premier, c'était un coup direct. Et deuxième, c'était un coup de corps. What would you like next? Qu'est-ce que tu voudras prochainement? What I would like next is go back to the gym, work on things that didn't work today, and come back stronger for the next glory fight. All right, congratulations, your winner, Donovan Bisa. Donovan Bisa, two knockdowns, and he picks up his 8th win by KO. Ook Tanegi Abena, die is in actie gekomen tegen een Nederlander tijdens dit Glory-gevecht. En wederom ook bijzonder om onze Surinaamse vlag te zien. En met alle trots heeft Tanegi Abena hem verdedigd. Abena has some massive thighs. Oh, nice uppercut from Abena, but then the left hook lands. Abena's back against the ropes. Dude now walking forward. Let's see how Dude reacts here. Stop. Experienced move from Abena to tie up. Second time, no holding. Takedown to set. Fight. Both men landing some heavy shots here in round two. Let him away. That cut is starting to open up.
And it's in a good place and won't affect the fight, thankfully. Good body punch, but that leaves Jude open. No knockdown. Fight! That could have gone either way. Yeah, that was close. The judge ruling that Dude hadn't established his feet back underneath him there. Yeah, as you kick and someone power punches, you fall back like that. So let's see how the judges saw that second round. Three giving it to Dude, two to Abena. So as we look now at the totals, Dude up 2-1, but it could go either way now here in the third round. The statistics virtually identical. Possible title shot on the line for the winner here, or maybe it's Luis Tavares. There's Abena now going to the kicks. Just missing with the right is Abena. We're approaching the 2 minute mark here in the third and final round. That mid-range boxing is just so dangerous. You see them both open up every time. There could be a knockout every moment. They've crashed the distance. Watch your head, guys. Watch your head. Fight! Not much behind those low kicks from Duke. Almost like a range finder. Yeah, he probably wants to set up his hands off of it. Good uppercut lands there for Abena, and then a left hook from Duke. The best two punches of the fight came in round two, about 2 seconds after each other. Yeah, the uppercut from Abena, the left hook from Duke. Yeah, more blood coming. Is it from the nose of Duke now? Looks like some coming out of the mouth as well. As he just spits some at Abena. Yeah, Abena looks fresh as a daisy. Dude looks like he's been in 12 rounds of fighting. Well, that hurt him. Never count Michael Dude out. No matter what time of the fight it is, Michael Dude will find something. As I mentioned, his last fight, he finished it with 10 seconds left. Can he do the same tonight? A rare body kick from Dude, 30 seconds to go. This may have been Dude's best round, but Abena right in the thick of it. With 14 seconds left, one big shot could tilt the favor of the judges behind you. There's a lot of blood now coming from Dude. Abena with the left uppercut. Boy, it could really go either way. Dude says he won it, Abena says he did. Joe, what do you think? Well, I think that based on the damage, I mean, it's still pretty close because you see the bloodiness of Duke. But I don't know, man. I can't even pick. Sorry, Todd. Letting everybody down, but it's too close for me to call. Well, I'm looking at the strike stats, and right now it is 62 landed to 61. Who wins? We will find out when we return to Strasbourg, France. Michael Dude rarely in a boring fight, and he wasn't tonight either. No, never. And he was a little bit more patient than we've seen, but I like that. We got to see a little bit more of his experience, jab, move around, kick the body, but Abena kept coming forward. He did a good job at landing his power shots. You saw him sit in there, take the best from Dude. Here he landed a good uppercut where Dude came back, but you can see that power that Abena has in his hands. For only being 21 years old, that's a lot of experience behind his back, but you can see those uppercuts and hooks they were landing. But right from the start to finish, when they got into that punch range, it was just so dangerous. Anybody could have went out at any time. We had Duke with a cut under his eye, blood coming out of his nose, and still coming forward trying to get the finish. You gotta wonder, Joe, if the showing of blood on Michael Duke's face, the showing of that damage, is gonna give a little bit of an edge to Donaghy Abena, because there wasn't much of an edge as far as the strikes by round. Look at that, identical landed in one and two, and one strike's difference
in round three. Incredible stuff. Total 61-62. And remember, this is just one guy hitting a button watching this fight. So who knows who actually had the lead? I mean, 23 extra strikes for Duke. Was it the volume, the pressure, the extra strikes? We don't know, but we're going to find out soon. Ladies and gentlemen, this bout goes the distance, so we go to the judges' scorecard. Here now are the totals. They score this bout 30-27, Duke. 30-27, Abena. 29-28, Duke. 29-28, Abena. And our fifth and final judge, score the bout 29-28 for your winner by split decision, Donaghy! Let's hear now from the winner. Donaghy, this was about as close as it could possibly be. What did you think when it went to the judges' scorecards? Yes, I knew that after taking the victory, I was sure about it. The first round was mine, and the third round was mine. The second round. Oui, c'est ce que je pensais. Premier round, c'était sûr. Deuxième round, pas vraiment, pas certain. Mais c'est bon, on l'a fini. Well, congratulations on the win. You're still the number one ranked middleweight in the world today. I know you won a world title shot, but Luis Tavares is sitting right over there in the front row. He said he wants you next. What do you think about fighting Luis Tavares? It's quite disrespectful that he mentions my name. I kicked his ass last year, May. So I don't want to hear nothing about him. Fuck it off. Hashtag, where's fuck it off? C'est un peu disrespectueux le fait que je l'ai battu l'année dernière. Ce que je veux, c'est Varitov. Varitov, si tu le vois, cet épisode, je te veux. Congratulations on the win, everybody. One more time, Donaghy Abena. Ja, Michael Duut die kon niet geloven. Hij dacht dat hij dus elke ronde had gewonnen, terwijl het Donaghy was die de punten binnenhaalde en na de wedstrijd ook nog mooi te horen van hem hoe hij het allemaal voor elkaar heeft gekregen. We nemen een korte break en zometeen de Champions League highlights. Tot zo.